Maar de besmettingen stijgen, meneer. Ja, maar ze zijn niet goed bij hun hoofd. Het is gewoon een griepie. Meer thuis te blijven. Nou, nog even een vraag. Die gaan vast in je kist liggen. Nou, de paniek in Nederland slaat toe, want het RIVM is met een bericht naar buiten gekomen waaruit blijkt dat de besmettingen toenemen en daarmee ook de kans op een nieuwe coronagolf, de zogeheten zomergolf. Er komt een heuse corona-zomergolf deze kant op. Ja, doen we er een? Waar je hem tegenhoudt? Nou, dat denk ik weer. Ja. Dat we weer helemaal terug gaan naar de toestanden die we hadden. De RIVM meldt dat er steeds meer besmettingen zijn en die zegt eigenlijk... Jongens, doe voorzichtig. Blijf zoveel mogelijk thuis. Mondkapjes, dat soort dingen. We hebben geen zin erin. Kom. De hele corona shit. Alsjeblieft, nee. Kom. Maar helemaal niet meer. Ze verzinnen steeds wat nieuws. Ja, maar de besmettingen stijgen, meneer. Ja, maar ze zijn niet goed bij hun hoofd. Het is gewoon een griepie. Het is al maanden rustig, zomer, iedereen geniet lekker. Maar ja, er wordt alweer gesproken door het RIVM van een zomergolf. Wat is er aan de hand? Ja, dat vraag ik me ook af. Ze meten alleen besmettingen. En wat zijn besmettingen? Heb je ooit gehoord dat we bij de griepgolf al besmettingen gingen meten? Ik nog nooit. Ik ben al 20 keer ingeënt, dus als ik die golf overleef, ben ik blij. En zo niet, heb ik pech gehad. Ik kan morgen ook doodgereden worden. Poetin kan gek worden, gooit een bom hier bij weg Nederland. Maar bij wijze van spreken. Heeft u niet zoiets van, joh, die zomergolf, laat draaien, joh. Dat kunnen we toch niet meer serieus nemen? Nee, je moet het serieus nemen, vind ik. Ja. Als je dat niet doet, weet je, dan ben je fout bezig. Er wordt wel aangeraden nu voorzichtig te doen. Veel mondkapjes te gebruiken, afstand te bewaren, zoveel mogelijk thuis te blijven. Doe je dat ook allemaal? Meer mondkapjes. Ja, het Spaans benaderd van me en ik ben blij dat die dingen weg zijn. Meer besmettingen. Hoeveel van die besmettingen liggen daadwerkelijk in het ziekenhuis nu? Het enige interessante is om te weten hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis. En hoeveel IC-bedden zijn bezet en hoeveel mensen daar overlijden. Het feit dat mensen besmet raken is helemaal niets om je zorgen over te maken. Ik ga er ook mee op. Ik doe ook niet meer met de inenten. Oké. Ik ben er klaar mee. Maar u blijft wel netjes thuis? Nou, ook niet. U gaat gewoon straks netjes naar huis toe. Hoe moet je nou gewoon thuis blijven? Ik moet toch werken? Ik moet toch, gezelligheid hebben? Nee, het advies is om nu zoveel mogelijk binnen te blijven. Ja, blijf jij thuis? Ik moet werken. Ja, ik ook. De besmettingen lopen op, dus blijf vooral zoveel mogelijk thuis. Je moet ook zoveel mogelijk binnen blijven zitten, word je snel depressief. En wat gaan ze doen? Hebben ze al meer personeel ingezet voor, hoe heet het? Gaan ze het personeel beter betalen? Nee. He? Ze hebben juist bezuinigd op personeel, gehoord. Bezuinigd, terwijl ze weten dat de corona nog niet voorbij is. Dan gaan ze erop bezuinigen. Weet je waar wij op moeten bezuinigen? Op hun salaris. Afgelopen 2 jaar hebben we allerlei maatregelen gehad. En die maatregelen, ja, daar moet je van weten of ze werken of niet. Nou, dat weten we nog niet. Er is geen goed onderzoek naar gedaan. En we weten uit Amerika dat de onderzoeken die daar gedaan zijn naar het beleid van Amerika... eigenlijk ertoe hebben geleid dat Amerika nu aan het veranderen is. Want lockdowns hebben geleid tot meer doden dan eigenlijk men had verwacht om te kunnen redden. Het RIVM die vraagt nu dus om in ieder geval weer wat meer thuis te blijven. Gaat u dat ook doen? Meer thuis te blijven? Nou, nog even een vraag. Die gaat vast in je kist liggen. Maybe you have a message for the coronavirus? Fuck the coronavirus. Nou ja, voor de mensen thuis die nu alweer aan het zoeken zijn naar mondkapjes... en nog 10 vaccins erin aan het duwen zijn ondertussen. Is het nodig of kunnen we nog even genieten van de zomer? Ik zou lekker genieten van de zomer. Lekker vitamine opdoen. Vitamine D opdoen. Zorgen dat je gezond eet. Goed in beweging blijft. En vitaal bent. Want dat is de beste weerstand tegen corona. Klik. 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 Klik.